Goedemorgen, lieve vrienden en vriendinnen. Het is vandaag zondag, het is prachtig mooi weer. Ik denk dat ik even lekker ga fietsen richting het Castricum, Heilo, en dan weer terug via de duinen. Het is altijd heerlijk om te fietsen. Als ontbijt vanmorgen heb ik weer een keertje wel wat anders. Ik heb yoghurt met havervlokken en daarbij honing. Punty zitten al in de aanslag om zo meteen de bol weer leeg te liggen, want die vindt het heerlijk. Hey Punky, kijk, daar is Punky. Nou, ik zie u weer vanmiddag. Hallo, daar zijn we weer. Ik ga vanmiddag, het is 11 uur, maar ik ga vanmiddag ongeveer 40 kilometer fietsen. En om goed te fietsen moet je natuurlijk een beetje brandstof hebben. Dus dit wordt mijn lunch. 4 eieren geklutst. Een tomaat, champignons en spek. Dus een heerlijke omelet. En dan komt het zo op de pan uit. Dus. Het is heel simpel dinertje. Maar wel veel brandstof. Veel eiwitten. Dat is goed voor de spierontwikkeling. Ik heb nu 15 kilometer gefietst en met het geluid van Joe Cocker, Little Little Help in my friends, in mijn oor, ga ik nu de duin in. En het is prachtig mooi weer. Het is ook ontzettend druk hier zo. We zitten hier midden in de duinen bij ik weet eigenlijk niet hoe die tent heet, die komt er elke keer. Ik heb nu bijna 20 kilometer gefietst en als ik deze water op heb, dan ga ik naar huis. Dan ga ik richting huis. Dit kom je dus ook tegen midden in de duinen. Dat is wel grappig. Een paar hooglanders. En daar een kudde paarden. Grappig, heb ik nog nooit gezien hier. En een paar mopperende fietsers. Ik ben weer thuis nadat ik 45 kilometer heb gefietst. Ik ben hartstikke op. Dus ik ga even rusten. We gaan vandaag hamburgers eten. U denkt, hamburgers? Dat is toch hartstikke vet en veel calorieën? Nee, niet als je ze zelf maakt. Je hebt daarvoor nodig gehakt, gemalen kaas, broodcrumb, oftewel paneermeel, een ei en specerijen. Die kun je er zelf bij doen. Je kan ook gewoon een paar peper en zout doen. Ik doe Italiaanse specerijen er doorheen. En natuurlijk een ring waar je de hamburger in kan vormen. Om het toch koolhydraatarm te houden, heb ik in het pannetje staan kalfbladen erop en die gebruik ik als boterhammetjes. Je kan natuurlijk, als je dat niet nodig hebt, dan kan je natuurlijk ook gewoon boterhammetjes nemen. Dus je moet alles goed door elkaar heen mengen. Dan heb je een heerlijk deegje of een heerlijk gehaktje. En die douw je in de grootste ring of de kleinste ring. Net zo groot als je eigen
hamburger willen maken. Dus. Zo ziet het gehakt eruit als het gemengd is. Ik heb er al eentje. Dat heb ik in een ring gedaan. En hiermee kan u heerlijke hamburger van gaan maken. De onderkanten, de koolbladeren, heb ik ook al gekookt. Dus alles is klaar. Nu alleen nog even bakken. En dan hebben we een heerlijke hamburgers. Nou, hier ziet u het resultaat. Twee geweldige hamburgers. Ik haalde drie uit 250 gram. Maar dan zijn ze ook wel king size. Nou, hij is bijna af. U doet de saus of andere dingen op naar keuze. Ik doe de knoflooksaus op. Zo. En dan dekt u dan af met het andere koolblad. Heb u nou geen kool in huis, maar wel ijsbergsla, dan kan dat er ook mee. Het is een goedkope of een gezondere maaltijd dan als u naar de Big Mac gaat. En of naar een andere keten, want dit is gemaakt van echt vlees. Geen varkensvlees, maar rundgehakt, mager rundgehakt. En het is altijd gezonder dan zo'n vethap met zo'n bolletje dat je na een half uur weer honger krijgt. Even een mopje tussendoor. Een vriend van mij die zei tegen een half blinde vrouw. Hij zei, ik heb een maanzaadbolletje meegegeven. Hij zegt, dan heb ze een onderweg wat te lezen. Het slaat natuurlijk op braaien. Het is een beetje flauw en een beetje degraderend over andere mensen. Maar ik vond het wel een leuk grapje. Net als gisteravond dat ik zo heb genoten van het rugby. Wat een bikkel zijn dat, zeg. Vanavond de wereldkampioenschap wielrennen. Dus ik zit ook weer gebeiteld. En het leuke clubje heb gisteren ook gewonnen met 2-0. Dus... ik wens u een hele prettige avond verder. Punk zit natuurlijk ook weer te kijken of er niks van mijn bord afvalt. Maar die wenst u ook een hele prettige avond.